Dit is een videoproductie van inmail.nl en de Nije Krant. Dit is Herfstgasten, een tv-programma van het ondernemerscollectief Mil. Presentatie Corné Kremers. Dankjewel, Bert Damink. En u bent weer terug bij Herfstgasten hier in cafézaal Eterij Libre in Mil, waar ik tijdens Herfstgasten praat met ondernemers over de meest uiteenlopende ondernemerszaken. U kijkt naar de lokale Omroep Mil. We worden ook uitgezonden bij Omroep Land van Kuik. En per 1 januari aanstaande dan zijn we gezamenlijk de nieuwe streekomroep Land van Kuik. Want u weet het, per 1 januari dan worden alle 5 gemeentes 1 grote gemeente Land van Kuik. En dan is er ook maar 1 lokale omroep, 1 publieke lokale omroep. En dat wordt Omroep Land van Kuik, waar we dus nu al te zien zijn, maar straks ook te zien zullen blijven. Anita Blonk zit aan onze studiotafel, vandaar onze tijdelijke studiotafel hier in Café Libre, als laatste gast van Herfstgasten, editie 2021. Anita, van de Gagelhoeve in Mil, een pedagogisch centrum. En nou denk ik dat er heel veel mensen zijn die zeggen, hebben wij een pedagogisch centrum in Mil? Ja. Hoe vaak hoor je dat? Ik denk wel dat je het steeds meer hoort. En kijk, pedagogiek, dat gaat gewoon over jezelf ontwikkelen. En dat doe je vooral in gezinnen, op scholen. Maar daarna ook. Hè, dus dat is pedagogiek, dat je inderdaad mensen ondersteunt bij zich ontwikkelen. Ja. En pedagogiek is eigenlijk een woord wat vooral in Nederland gebruikt wordt. En wereldwijd hebben we het gewoon over psychologen. Ja, want als ik op jouw website kijk, ja, de Gagelhoeve, dan hebben we het over psychologen, pedagogen en coaches die bij jullie actief zijn. Maar wat zit het? Ik heb er geen verstand. Wat is het verschil? Ja. Psychologen, nou, pedagogen. Ik vind het heel fijn dat je dat vraagt, Corné. De pedagogen zijn altijd bezig om ervoor te zorgen dat de omgeving waarin mensen kunnen ontwikkelen, dat die omgeving zo optimaal mogelijk wordt. Dus ja, denk aan een schoolklimaat, hè, dat het gewoon goed is om naar school te gaan, dat kinderen met veel plezier naar school gaan. Psycholoog is vooral bezig met de ontwikkeling van de mens. Hè? Dus we hebben een aantal ontwikkelingsfasen. Alleen de psychologen waren eigenlijk al die 100 jaren vergeten dat mensen ook leven te midden van andere mensen. Dus de psychologen keken naar een mens en de ontwikkeling van die mens. Ja. En de pedagogen kijken altijd naar de mens in de en de omgeving die daaromheen zit. Dus eigenlijk moet het een duo zijn. Nou ja, het een kan niet zonder het andere. Ja. Nou ja, overal op de wereld noemen ze het gewoon psychologen. En ja, de psychologen ontdekken steeds meer dat die omgeving van die mens, dat die ook wel superbelangrijk is. Ja. Oftewel het systeem eromheen. Dat kunnen, nou ja, dat kunnen bedrijven zijn, dat kunnen organisaties zijn, dat kunnen scholen zijn, dat kunnen gezinnen zijn. En zoals wij er ook mee werken, een kudde paarden is ook een systeem. En creëer je ook een omgeving. Ja, dat is wat ik las, hè, waar we natuurlijk op aansloegen. Ik denk van, hey, wat is dat nou, een pedagogisch centrum? Oké, maar dan met paarden en ponies. Ja. Hoe werkt dat in de praktijk dan? Ja. De mensen die bij ons komen, en dat kunnen kinderen zijn, dat kunnen jeugdigen zijn, maar het zijn ook net zo goed volwassenen. Het zijn allemaal mensen die worstelen in het systeem, in een systeem. Hè. Die kunnen worstelen bijvoorbeeld in hun gezin, die kunnen worstelen op school, die kunnen worstelen in hun bedrijf met allerlei zaken. En eigenlijk zetten wij die kudde paarden in als dat systeem waaraan je gaat oefenen. Dus daar ga je aan ervaren, ga je aan leren. Dus wij noemen het inderdaad een orthopedagogisch centrum voor ervarend leren. We maken het zelfs nog iets uitgebreider als een pedagogisch centrum. Maar hoe werkt dat in de praktijk dan? Want mensen reageren positief als men iets met paarden en ponies
Ja, nou weet je, we doen natuurlijk in de pedagogiek en de psychologie doen we heel veel met mensen. We doen vooral heel veel praten, bijvoorbeeld. Ja. Maar we doen ook veel oefenen met mensen. Om gewoon dingen gewoon in te oefenen, alvast eens proberen, uit te proberen. Past dat bij jou op die manier? Ja. En dat kun je natuurlijk gewoon aan tafel doen. Dat kun je doen met, dat kun je bewijsbaar met Playmobil poppetjes doen. Of je kunt van alles doen. En wij zetten daar paarden in. Want paarden, die hebben natuurlijk gewoon, dat is gewoon superleuk, want die reageren op jou. En vanuit het fenomeen dat paarden kuddedieren zijn, paarden zijn prooidieren. Dus die redeneren altijd vanuit een stukje veiligheid. En vanuit een stukje autonomie van mensen en leiderschap. Maar merk je dan bijvoorbeeld aan paarden of dat het goed gaat met de mens die erbij staat? Ja, want dan komen ze naar je toe. Dan willen ze graag bij jou zijn. Want paarden zijn dieren. Want dat voelen ze. Dat voelen ze, ja, zeker. Paarden zijn hele sensitieve dieren. Als je ze zo in die wei ziet staan, dat je denkt, ja, ze lopen daar alleen maar een beetje gras te vreten. Ja. Hè, maar tegelijkertijd zijn ze continu aan het scannen wat er in de omgeving is. Hè. Dus alle katten bij ons, de katten van de buren, dat zijn ja, roofdieren bij uitstek. Wij als mensen zijn ook roofdieren. Ja. We hebben de ogen van een roofdier. We zijn de enige wezen op aarde wat rechtop is gestaan. Het is even iets om over na te denken. En stel dat we onze nagels niet zouden knippen, dan zouden we er echt wel heel spannend uitzien. Ja, ja, ja. Dus wat dat betreft, wij zijn een roofdier bij uitstek. We ruiken ook als een roofdier, by the way. Hoe ben je hierin terechtgekomen, Anita? Ja, nou ja, gewoon puur toeval. Ja? Ja. Ja, want als je even teruggaat, wat heb je ooit opleiding gedaan, zeg maar, toen je nog in Anitatje was? Wat wilde je worden? Ja, dat wist ik eigenlijk niet. Okay. Nee, dat is mijn issue altijd geweest. Ik kon nooit kiezen. Ja. Dus misschien ben ik net zo iemand als Fleming. Dat ik denk van ja, ik vind eigenlijk alles wel leuk. Ik doe het alles. Nee, dus ik heb orthopedagogiek gestudeerd en onderwijskunde. Onderwijskunde is inderdaad van alles. Hoe kun je het organiseren dat mensen zich kunnen ontwikkelen in een goede omgeving. Orthopedagogiek is van hoe kun je helpen en ondersteunen op het moment dat het niet allemaal vanzelf gaat. Ja. He, dus die twee dingen die heb ik altijd gecombineerd. En jarenlang op de universiteit gewerkt. Was mijn eerste baan, gepromoveerd en alles. Van alles nog wat hartstikke leuk met kennis gedaan. En in 2009 vond ik het een beetje saai worden op de universiteit. Ik heb mijn baan opgezegd en ben ik andere dingen gaan doen. Waaronder dit. Maar hoe bedenk je dan, ik ga dus mijn kennis inzetten, psychologie, pedagogie, maar dan in combinatie met paarden? Ja, nou ja, ik zou met mijn gezin naar het Verre Oosten gaan. Gewoon een hartstikke leuke reis, 3 of 4 weken. En dan hadden we oppas nodig voor de paarden. En tot die tijd dat ik op de universiteit werkte, was er altijd wel ergens een scriptiestudent die het leuk vond om een paar weken bij mij in huis te komen om op die paarden te letten. Maar dat had ik toen niet, dat jaar. Dus heb ik een advertentie gezet op Marktplaats. En er waren natuurlijk heel veel mensen die bij ons hun vakantie wilden vieren en ondertussen op die paarden wilden passen. Maar er kwam ook een vraag binnen van iemand, gewoon uit de gemeente Mail. Die zei van, ik heb een meisje van 19 die al heel lang niet meer naar school is geweest. En ze weet gewoon niet zo goed wat ze met de toekomst moet. En ik denk dat ze het wel heel erg leuk vinden om bij jou, bij de paarden, iets te gaan doen. En dat was ook een manier om haar uit huis te krijgen. En uiteindelijk heb ik met haar een heel arbeidstoeleidingstraject gedaan. En er bleek dus dat op het moment dat ze bezig was met die paarden, dat ze begon te praten, dat ze plannen begon te krijgen. En haar begeleidster, die stond met grote vraagtekens op de voorhoofd. Ja, ik weet niet wat hier gebeurt, maar het is wel. Dus het is echt wel heel vet wat hier gebeurt. Want die was al 3 jaar met dat meisje bezig. En ik had net zulke grote vraagtekens. Dat ik weet ook niet wat er gebeurt. Maar ja, het gebeurt gewoon. Ja. En blijkbaar doen die paarden daar iets in. En toen dacht je, daar ga ik meer mee doen. Ja, en toen ben ik gewoon op internet gaan speuren. Toen bleek dat in Amerika al lang een heel vak was. En ben ik dus ook een aantal keer gewoon afgereisd naar Amerika om een opleiding daar te doen. Want gebeurt dit op meer plekken? Wat we nu hier in Milden de Gagelhoeven hebben, hier in het land bijvoorbeeld? Ja, op steeds meer plekken. En er zijn heel veel mensen die inderdaad als coach werken. Hè, maar inderdaad, de therapie met paarden, dat gebeurt, ik denk, op een tiental plekken in Nederland. Ja. Ik heb ook een samenwerking met een aantal psychiaters in Nederland en een aantal psychologen die dat doen. En, voordat je dit deed, woonde je al op de Gagelhoeven, had je die paarden al. Dus op die manier heb je ook echt van je hobby je werk kunnen absoluut, maken. Absoluut, absoluut. En tegelijkertijd ook, wij kenden onze paarden als onze paarden. Mm. En die op ons reageerden. Maar het is gewoon superleuk om te merken hoe de paarden ook reageren op andere mensen. En hoe geïnteresseerd en hoe
Nou ja, dat ik echt denk, van joh, het zijn gewoon hartstikke sociale wezens. Maar moeten het dan ook speciale paarden hebben of is elk paard... Nou, wat ik heel belangrijk vind is dat de paarden zelf geen achtergrond hebben, dat een trauma of wat dan ook. Dus dat het gewoon mentaal gezonde paarden zijn. Ik vind ze zo groot altijd, paarden. Ja, ik heb ook Shetlanders voor je, Corné. Dus dat moet lukken. Dat moet, ja. Daar hoeft het probleem niet te zijn. Nee, ja. Maar ik heb inderdaad 5 van die hele mooie statige grote Friezen. Mm-hmm. En we hebben ook een aantal KWPN'ers. Dus die, ja, weet je, we hebben ook een aantal karakters erin zitten. Ja. En hoe gaat dat nou in de praktijk in zijn werk dan? Wanneer weet je, ik moet naar de gageloeven? Want waar komen de verwijzingen bijvoorbeeld? In ieder geval denk ik dat heel veel mensen die bij ons komen, dat mensen zijn die er gewoon helemaal klaar zijn om het erover te hebben. Ja. Wat het dan ook mogen wezen. Want dat schiet niet op. Ja. Dat werkt niet. Want uiteindelijk, op het moment dat je weer in zo'n situatie komt, of dat je er weer aan herinnerd wordt, dan ben je nog geen steek verder. Ja. En dat betekent dat mensen iets anders zoeken als praten. En het ervarend leren. Ja, ervaren doe je gewoon in je lijf. Dat doe je in je gevoel. Dat doe je in alles wat je hoort en ziet. En je gebruikt al je zintuigen eigenlijk. Dat zet meer zoden aan de dijk. En dat is eigenlijk zoals we altijd beginnen, ook als kind, om te leren. Dat we al onze zintuigen en heel ons lijf gebruiken. Ja. En soms zijn we het gewoon een beetje afgeleerd om daar nog gebruik van te maken. Ja. En dat merk ik bij de mensen die bij ons komen, dat ze het gewoon heel fijn vinden om weer te leren al hun zintuigen te gebruiken en daardoor weer te kunnen leren. Ja, ik las ook op jullie site, jullie doen ook wat met groepen, geloof ik, hè? De groepen is natuurlijk door corona, het is gewoon helemaal gecrashed. Ja. In die zin, hè, dat wij gewoon individueel konden we heel veel doen. Hè, maar de groepen, dat heb ik ook even laten sudderen, want dat was gewoon niet te hanteren. Ja. Maar het is inderdaad gewoon super fijn als je met een groep jongeren of met een groep jongens of een groep meiden aan de hand van die paarden gewoon heel veel kunt leren, ook in het kader van het sociale verkeer. Hoe doe je dat met elkaar? En daar, absoluut, het wil niet zeggen dat wij niet praten met elkaar, maar we doen het al bewegend, al oefenend, al uitproberend. We hebben een tijdje geleden hebben wij contact gehad. Toen was vooral in het nieuws dat in de coronatijd, hè, dat heel veel jongeren met gewoon zich eenzaam voelden. Ja. En daar merkten jullie ook? Ja, het was. Ik heb nog nooit in mijn leven zo hard gewerkt als dit jaar. In die zin dat de jongeren, en zeker de jongeren in het voortgezet onderwijs, die gewoon echt bijna anderhalf jaar niet regelmatig met andere leeftijdsgenoten van gedachten hebben kunnen wisselen, of gewoon ongein hebben kunnen maken. Het hoeft nergens over te gaan. Maar die zich dus niet verbonden hebben gevoeld. En dat betekent dat er dus echt heel veel jongeren gewoon heel erg knel zijn gekomen. En dit voorjaar hebben wij zo gigantisch veel aanmelding gehad van allemaal jongeren die gewoon ook hun toekomstdoel niet meer zagen. Van wat is mijn HAVO of wat is mijn VMBO waard eigenlijk? Hè? Ja. Als ik gewoon zomaar over mag. Ja, hoezo mag ik zomaar over? Ja. Hè, van alle kaders waren eigenlijk weggevallen voor die jongeren. En ze misten de verbinding met andere jongeren. Ja. Nou ben ik een jankert eerste klas. Als er wat is, dan kunnen ze mij al vrij snel bij elkaar vegen. Maar hoe zit dat bij jou? Want jij hebt eigenlijk altijd best veel mensen over de vloer, wat niet helemaal lekker loopt. Ja. Hoe doe je dat zelf om jezelf daarin te bestellen? Ik vind dat een hele mooie vraag, Corné, maar dat is gewoon het leven. Ja. Hè? En, het is bij ons echt... Nee, er wordt bij ons ontzettend veel gelachen. Ja. En dat betekent ook dat je kunt relativeren over de dingen, de shit waar je tegenaan loopt. En zo staan we er ook wel in. We maken het niet zwaarder als dat het is. Ja. Het leven is shit, deal er maar mee. En dan gaan we inderdaad kijken van hoe kun jij voor jezelf weer manieren vinden om te dealen met datgene wat het zo ingewikkeld voor je heeft gemaakt, bijvoorbeeld. Je bedrijf vanuit het begin, als je dat noemt, hè, want was het 2009 dat je zei dat je... Ja, ik ben in 2009 begonnen en zo langzamerhand is het gewoon een beetje gaan groeien. Ja. En net was er ook al iemand die vroeg van hoe lang bestaat jouw bedrijf? Dan denk je, misschien wel is dit jaar wel 10 jaar, maar ik hecht er allemaal niet zo aan. Nee. Nee. En wat zijn dan, als je kijkt wat je tot nu toe bereikt hebt, wat je gedaan hebt met de gageloeven, zijn er nog plannen voor de toekomst? Hè? Want je bent en blijft natuurlijk ook ondernemer. Ja,
Nou, het is inderdaad, ik werkte eerst in mijn uppie, nu werken we met z'n vieren. En nog steeds dat ik moet puzzelen om inderdaad iedereen erin te krijgen. Dus ik denk dat we echt nog wel gaan groeien. We hebben de ruimte, dus we doen altijd alles buiten. Dus wij kunnen ook groeien dat iedereen het bewijs van zijn eigen weiland heeft. We zijn ook heel vaak bij de kuilen met de ponies. Als jullie een keer twee ponies zien lopen en twee mensen, nou, dan ben ik weer gewoon met een stukje therapie bezig. Maar dan gaan we gewoon lekker cross in het bos, noem ik dat. En dat is gewoon super fijn. Ja. En die ruimte die hebben we ook. Dus dat vind ik heel belangrijk. Wat ik heel belangrijk hieraan vind is, ja, het wordt soms als een beetje afgedaan van, ja, is daar wel wat? Dus ik vind het ook heel belangrijk dat het een vak is. Ja. En dat betekent dat we ook, dat ik bijvoorbeeld ook meewerk aan een onderzoek vanuit karakter, vanuit de universiteit. Ja. Daar zijn we de komende 5 jaar mee bezig. Om inderdaad gewoon te laten zien dat dat wat wij doen, dat het inderdaad zo effectief is. Ja, volgens onderzoek, ja. als dat wij denken dat het is. Dat wij dat ervaren. Want dat is wel iets, denk ik, wat je ook wel eens hoort. Denkt, ja, dat kan toch niet werken? Ja. Een beetje met paarden daar gelopen hopen. Ja, nee, maar dat is ook zo. Ja. Dus ik vind dat je daar ook best kritisch over mag zijn. Maar ik ben ook wel wetenschapper en onderzoeker. Dus, en zo, je ziet heel vaak resultaat, dus het moet werken. Ja. Wat bijvoorbeeld vorige week zei ik ook tegen mijn collega, we hebben het gewoon ontzettend goed gedaan in het voorjaar. We hebben gewoon heel hard moeten werken, want er was van alles aan de hand met kinderen en de gezinnen eromheen. Want ook ouders, hè? Het is niet alleen dat we met de kinderen bezig zijn, maar ook de ouders en eventueel broertjes en zusjes. We hebben ook echt hele gezinnen in begeleiding of behandeling. Maar wat je dus zag was dat we de meeste gezinnen genoeg tools hebben meegegeven dat ze in de vakantie gewoon konden oefenen. Dus weer inderdaad op vakantie gaan, nieuwe dingen ontdekken. En dat de kinderen of de jeugdigen, dat ze gewoon met hun gezin daarmee verder konden. Dus dat betekent dat we op dit moment heel veel trajecten aan het afbouwen zijn. Dat we zeggen van, het gaat gewoon goed met jullie. Hoe super is dit? Ja. En dat allemaal dankzij de Gageloof in Mil. Nou ja, heel veel. Vooral in ieder geval dat mensen inderdaad weer op het pad gezet worden om al hun zintuigen en gewoon het ervaren centraal te stellen. Zoals iedereen zeg maar begonnen is met zichzelf iets aan te leren. En daar gaan we weer even naar terug. Wat minder praten, wat meer doen. Goed zo, super, dankjewel. Oké, graag gedaan. Dankjewel Anita Blonk van de Gageloeven. U dames en heren weer bedankt voor het kijken, want we komen aan het eind van Herfstgasten, editie 2021, het programma van het Ondernemerscollectief Mil. Ik wil iedereen bedanken die hier vanavond was en die meegewerkt heeft aan onze interviews. En natuurlijk Sandra en Paul, bedankt voor de gastvrijheid hier in Cafézaal E3 Libre in Mil. Wat ons betreft graag tot de volgende keer. Houdoe. Zover deze aflevering van Herfstgasten, een programma van het Ondernemerscollectief Mil. Meer weten over hetgeen zij zoal doen? Like dan de Facebookpagina en zie www.ocmil.nl.